Ik ben Laura, ik ben 23 jaar, ik ben geboren in Weert. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd, mijn bachelor gehaald een jaar geleden. En ik werk nu voor Medtronic in Heerlen. Ik ben begonnen toen ik 10 jaar was, met een vriendinnetje waar een beetje over aan het spelen. En zo is het eigenlijk begonnen. En toen ben ik bij Straaf ook in het dorp waar mijn moeder nu woont begonnen. Ja, en zo is het gegaan eigenlijk. Van Straaf ook ben ik bij Weert gaan volleyballen, heb ik 3 jaar gespeeld. Zo ben ik bij Weert in de Eredivisie gekomen. Toen ben ik nog naar Apeldoorn Alterno gegaan. Vervolgens ben ik naar België gegaan en heb ik 2 jaar bij Ladies Volley Limburg gespeeld. En nu ben ik hier bij Asterix AVO. Asterix is een hele professionele club, ook Europees gaan spelen, Champions League, dat is super gaaf. En ook gewoon weer een nieuwe omgeving, weer een nieuwe trainer, dus dat is altijd goed. Nou, als eerste mezelf individueel beter worden, nieuwe dingen bijleren van een nieuwe trainer en daarnaast ook mijn ervaring in het team overbrengen. Kampioenschap na de Eredivisie met Weert, maar ook de halve finale tegen Gent, dat was vorig jaar, dat was toch wel echt een hele mooie wedstrijd. Ja, dat was wel heel gaaf.